De Surinaamse gemeenschap moet bewuster worden van hoe afval op de juiste manier te scheiden. Om dit doel te halen wil het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu ROM overgaan op het introduceren van en implementeren van een afvalscheidingssysteem. Hiermee moet de bewustwording vergroot worden, omdat het van eminent belang is op een verantwoordelijke manier om te gaan met afval en huisvuil. Vanuit het ministerie van ROM hebben wij een pilotproject gelanceerd waarbij we in Paramaribo Noord mensen hebben gestimuleerd, hebben getraind om hun afval te scheiden. In de afgelopen 2 jaar is het ons geluk om in Paramaribo Noord, in de resort Blauwgrond, mensen zover te krijgen om hun plastic apart te plaatsen. En dat heeft geresulteerd in het scheiden van 50.000 kilo aan plastic per jaar. Alleen in Paramaribo Noord, specifiek resort Blauwgrond. Volgens minister Dasai is gebleken dat verschillende soorten afval in 1 vuilzak opgeslagen en gedumpt worden voor ophaal. Dit stelde de bewindsman gisteravond tijdens de regeringsraadsvergadering. In het kader van milieubewustzijn is het van belang om huisvuil op een duurzamere manier te verwerken. Binnenkort zal ROM actief bezig zijn in de districten Nikeri en Kommerwijnen. Een andere manier om afval duurzaam te verwerken is het composteren van organisch afval. Samen met het ministerie van Openbare Werken zal gewerkt worden aan de implementatie. We zijn pas begonnen, we gaan door ermee. Ik weet dat het ministerie van Openbare Werken bereid is om het over te nemen. En ze willen uitbreiden naar Wanike en Grote Paramaribo. Dus als we dat kunnen doen, afval kunnen scheiden, is de druk op logistiek natuurlijk veel minder. Want heb je misschien wat vuil, toch nog extra, als je dus hebt gecomposteerd en plastic hebt gescheiden, misschien nog wat vuil, maar dan is je druk wat minder, waardoor je logistiek ook veel goedkoper wordt. En op een gegeven moment denk ik dat we moeten overgaan tot een kleine tax op vuilophaal. Want het zijn niet alleen maar de kleine huishoudens die hun vuil opzetten, maar ook de bedrijven die hun vuil zetten. En die worden allemaal opgehaald.